Wat heb je nooit gezien? Als ik bij elkaar lig met twee. Oh ja, zo vaak. Hé? Lig je zo vaak bij elkaar? Wind, koud. Momenteel wel droog hier. Zonnetje schijnt tussen de bewolkingen door. Hé? Ja nou. Een hele goede middag. Net goede middag. Ja, ik was op de tijd eruit, want ik heb bezoek. Ja, wie denk je? Ja. Dag Ruud. Hallo, dag. Maar in ieder geval, ik wens jullie natuurlijk als eerste een welkom bij de nieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Het is vandaag rot weer, het regent steeds en het is koud en het heeft al geonweerd hier. Ja, het houdt me niet op wat dat er gaat. Nee, en ik en onweer, dat zijn twee dingen wat niet bij elkaar kan. Nee, want daar ben ik bang voor. Mag je best wel weten, ik ben bang voor het onweer. En ik was er al een tijdje uit. En want ik moest Ruud met het een en ander helpen. Ik ben nog bezig om te helpen. Rebecca die komt morgen op haar vrije dag weer. Ja. Dat zou vandaag, maar dat ging niet door. Dus ja, dan morgen maar. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. Nee hoor. En ik zal straks mij tegen de regen bewapenen met een broek en een regenjas. En dan kan ik Rijka straks ook nog uitlaten. Ja, moet ook gedaan worden. Maak het voorlopig nou eerst. En maak je koffie. Met een koekje. Met een koekje, zegt hij. Maar hij wil geen koffie meer. Dus ja, waarom dan een koekje erbij? Nee, dat laat ik mooi leggen hoor. Kom, er zijn meerdere dagen. Ja, toch? Maar oké, ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan. En ik zit nu, ik heb net de computer aan. Ik ga ook vandaag weer renderen en uitzoeken enzovoort. Komt allemaal goed. Wat ik verder ga doen, weet ik nog niet. Ik had trouwens met Karin iets leuks gehad. Afgelopen zaterdag, ja, correct. Dat ken ik dus ook mee aan de gang. En dat is hartstikke leuk. Ja, dat is met gips werken. En daar kun je dus een keer een handje in doen. Of een hondenpootje en een kattenpootje. Of je gezicht. Of je gezicht, zeg maar. Kijk. Ja, je gezicht. Nee, ik wil Rijka haar pootje proberen in het midden te doen. Ja. Een eeuwende pootje en kan als een pootje. Ja, dan gewoon Rijka haar pootje in het midden. Eeuwende pootje bovenaan. En kan onze pootje ook bovenaan met de namen erbij. Nou, toch leuk. Ja. Maar dan moet ik eventjes bekijken hoe dat allemaal moet. En dan doe ik plastic op mijn tafel. En dan... Is het niet aan het raam tegen? Hè? Is het niet aan het tegen? Is het al 9 van de 10 keer voor het raam? Oh. Rijka en hij. Oh. Of nou? Wil niet in de twee op. Wat heb je nooit gezien? Als ik bij elkaar lig met twee. Oh ja, zo vaak. Hé? Lig je zo vaak bij elkaar? Hé? Zo vaak, hè? Oh, wat lief. Wat zijn wij lief. Ja, nog één. Je gaat er niet bij, hè? Nee. Nee, die wil dat niet, hè? Ja, die wil dat niet, de kerel. Hij wil dat niet, hè? Die gaat er weer af, zie je wel? Ik zet hem erop en dan gaat er gelijk weer af. Ja. Hé? Ja, dat wil die niet. Maar dat is een lief plaatje hoor.
Hé? Ja. Dat is zo lief, hè? Ja. Nou ja, dat is toch hartstikke lief, of niet dan? Ja. Nou, dan zeg ik dus, ja, de computer heb ik al aan, moet ik er nog verder inloggen. Mooie heuveltjes, hè? Ja, waar is dat? De Britse band was de eerste groep die een muziekvideo produceerde. Weet je welke? Oh, band, band dus. Band, dat is, wat heeft dat met een plaatje te maken? Weet je niet? Dat is zo gek. Ja! Ja toch? Een band heeft niks met een plaatje te maken. Maar ja. En in ieder geval. Ja, toen reed ik zo wat over je pootjes heen. Moet je maar uitkijken. Maar hij zei nog niks, dus het valt ook wel weer mee. Maar oké. Dat rent ook. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden. Het is maar barkoud. Ja. Echt wel. Hé, Rijka? Ja, het is koud er buiten, meisje, hè? Ja. Wat een dikkie, hè? Ja, het is koud, hè? Ja. Oh, het is zo koud, hè? Oh, het is zo koud er buiten, ja. Oh, ja. Oh, ja, hè? Ja, schat. Ja, we komen net weer binnen en het is echt koud. Ik kan wel even meegelopen. Maar ik moet eentje in de gaten houden, een meisje die de vorige keer Kandalf zomaar eigenlijk meenam. Weet ik waar ze naartoe zou, dat ik er nog achteraan ben gegaan. Dus dat meisje moet ik in de gaten houden. Want ze is in allerlei staten. Als je het gezicht ziet, dan denk je, oei jee. Je moet... Stel je voor dat ze weer een ander beestje meeneemt of weet ik veel wat. Het is een dierenliefhebster, maar... Er wordt haar niet wijsgemaakt dat ze er vanaf moet blijven. Dat kind moet dat allemaal, denk ik, leren. En dat wordt haar niet bijgebracht of zo. Ja, dan wordt gewoon gezegd, ze heeft er geen kwade bedoelingen mee. Nee, maar ze kan een beetje meenemen. En ergens in opsluiten gewoon niet nadenken. Ja. Niet nadenken van, oh, het is zo'n lief opie, het is zo'n lief beestje, ik wil het hebben. Ja, en dan slaat ze tegen ze op en dan, ja, ben jij het kwijt. Nee hoor. Hé, lekker ding. Ja, en ik ben ook weer met een plaatje bezig voor jullie. En ook tevens natuurlijk van Facebook. Want voor jullie maak ik er een filmpje van. Maar op Facebook, daar zet ik het gewoon er zo op. Dan wordt het geen filmpje. Maar jullie mogen wel even kijken. Het wordt ook nog bewegend. Ja, ja, dat doe ik zo meteen in een ander programma. Ja, echt wel. Dus dat laat ik jullie lekker niet zien, nee. Hé, wat voor dikke ik ben echt. Even, ik ga koffie maken. Ja, ik moet nog mijn telefoon weer uitschakelen. Tenminste, het programma van de loop-app. Moet ik weer eventjes verwijderen. Zo, en dan kan die straks aan de lader. Want anders heb ik straks geen input meer. Hé, Kandalf? Kandalfie? Hallo? Kandalf? Ja, heel lief. Die is wel lief, ja. Eeuwen, die zit daar ook. Die is ook lief. Rijka is lief. Allemaal lief, lief, lief. Allemaal lief, lief, lief. Hé, allemaal lief, lief, lief. Ja, allemaal lief, lief, lief. Allemaal lief, allemaal lief. Hé, allemaal lief. Ja. Hé, ja, toch mooi. Dat ze zo lief met elkaar om kunnen gaan. Dan moet ik nog staar denken dat ik daar niet overheen rijd. Anders hebben we een jankende kat. Ja, dat moet ook weer niet. Nee, het is bizar. Gaat van reactie. Ik geloof dat bij jullie toch wel zo zijn. Door het hele land. Hé? Het hele land. Harde wind. Koud. Momenteel wel droog hier. Zonnetje schijnt tussen de bewolkingen door. Hé? Ja nou.
nou, kom dan. Kom maar. Kom dan. 1, 2, je kan er wel op. Hup. Holy. Toch er maar weer af. Nou, dan het maar weer af. Ja, toch. Maar oké, ik ga dus een lekker bakje koffie maken en ik zeg tot straks maar weer. Doei, doei.